Welkom bij mij in de keuken. Ik sta bekend bij Rapalje dat ik ook een deel invul van mijn taken als kok. Te zorgen dat de catering altijd goed is, beter dan dat we aangeboden krijgen. Het idee ontstond doordat we theateroptredens gingen doen. En daar weinig tijd hadden eigenlijk om naar het restaurant toe te gaan. Of we hebben geprobeerd magnetron eten. Maar een maaltijd duurde ongeveer kwartier in de magnetron, tot 20 minuten. Dat maal 9 of 10. Reken maar uit hoeveel tijd je dan verder bent. Daarom leek het altijd leuk om voor de band te gaan koken. Ik maak allerlei verschillende gerechten. Dat maakt niet uit van een snelle bolognese saus tot uitgebreid zoals vanavond stoofvlees. Dit stoofvlees, moet ik eerlijk zeggen, is nog niet vers toebereid. Ik heb het vanmorgens om een uur of 9:30 opgezet. En het is nou 6:30. Dus zo lang zit het al te smoren. Het gaat straks in als boter. Het vlees. Het is heel simpel om rundvlees lekker te maken. Als je gewoon een lekker goed stukje rundvlees koopt, wel zorgen dat een beetje vet eraan zit. En eerst even voorbakken, dan gewoon met water smoren. Met laurierblaadjes erin. Beetje peper, beetje zout. Soms natuurlijk een beetje met verse, heb je dingen ook in het Nederlands. Nootmuskaat. Die heb ik trouwens van mijn moeder gekregen, dat boontje. Heb ik verse peper natuurlijk even gemalen met de vijzel. Altijd lekker. Dan voeg ik het water toe. Behoorlijk wat. Een beetje ketchup erin. Ik heb, wat heb ik nog meer gedaan? Waar staat dat? Een beetje spicy is altijd lekker erin. Ja, peper en zout. Hier, dit is ook lekker. Dat zijn van die oriëntkruiden. Met sinaasappel erin en zo, ik weet niet wat er allemaal in zit, dat is lekker. En de basis blijft gewoon voor mij bij stoofvlees, laurier, peper en zout. En als je hebt rozemarijn en een beetje kruidnagel. De kruidnagel vind ik wel de oer voor stoofvlees. Daarbij verschillen ze de groentes meestal, provençaal of zo, Italiaans met champignonnetjes erin. Dus rijst niet vooral. Dat is ongeveer een handjevol rijst per persoon. Dat is meestal ruim genoeg. Ik doe altijd droogkokende rijst. Ik vind flauwekul van die voorgekookte rijst te halen en zo. Maar ben je toch aan het koken, dan heb je altijd tijd genoeg om de rijst van tevoren op te zetten. In dit geval zet ik hem overal op het plaatje waar de vlees op staat. Zet hem lekker hoog, dan is het zo klaar. De groente gaat ook al goed. Wat ik al zei over de groentes, ik kan allerlei soorten verschillende groentes nemen. Het maakt allemaal niet uit. Altijd niet te lang koken of zo. Zo'n broccoli ook nog een beetje peetvast zijn. En dan gaan we zo aan tafel. Ik heb de rundvlees al voor geprobeerd en is zo zacht als een babykontje. Zo, nou eten is klaar. Nou, maar kom maar op. Nou, lekker. Heerlijk. Beetje gemuze. Oh. Ik heb al gemuze. Jongens, gemuze. Voor de bel. Hop. Bel. Kijk ze niet. Ja. Smakelijk eten. Het recept wat ik vanavond gekookt heb, komt bij het bericht te staan. Kut.